En nu, onze twee gasten hier aan tafel. Mentor en ook ondernemer. Kars, jij hebt een IT-bedrijf, maar wel een bijzonder IT-bedrijf. Kun je daar iets kort over vertellen? Ja, dankjewel. Q42 is een internetbureau vol met techneuten. Wij bouwen websites en apps. En dat is wat we leuk vinden om te doen. En dat doen we voor klanten. En wat er bijzonder aan is, is dat wij heel erg bezig zijn met de grijns bij de eindgebruiker. Dus techniek is leuk, maar het gaat natuurlijk om echt problemen oplossen. En dat proberen ze goed mogelijk te doen. Het klopt dat jullie gewoon eigenlijk een je hebt ongeveer 70 man in dienst. Ja. En dat zijn eigenlijk gewoon de eredivisie-spelers binnen het internet. Hè? Een beetje de echte nerds. Wij zeggen zelf, we zijn nerds, maar we zijn verliefd op de eindgebruiker. Dus alles gaat over en een business case snappen en een gebruiker blij maken. Maar gewoon nerds. De techniek is wel ons hart, ja. Ja. En jij bent zelf mentor op het platform van NL Groeit. Ja. Dus dat wil zeggen dat je zelf alle fases van groei hebt doorlopen. Met alle scratch marks en alles, ja. En naar die 70 man, was dat een lastig proces? Want ben jij zo ambitieus? Ben jij zo harde groeier van jezelf? Hoe is dat gelopen? Nee, niet per se. Ik wou heel graag mooie dingen maken als techneut. Ik wou eigenlijk altijd een heel klein bedrijf hebben. Ik wou met 5 man, 6 man niet meer. Uh-huh. Maar op een gegeven moment groeit het door. En merk je dat het bedrijf eigenlijk zijn eigen wens en zijn eigen vraag had. Dus ik ben wel een paar soort van fases tegengekomen waar ik echt doorheen moest, wat me best wel moeite kostte. En noem eens zo'n fase, noem eens zo'n moment. Een van de fases was toen rond 20, 25 man. Ontdekte ik dat ik alleen maar administratie aan het doen was en pensioen aan het regelen. En dan keek ik naar mijn teams en die waren er mooie dingen aan het doen. En potverdorie, ik wil daar ook zitten. Dat is wat ik wou, dat was mijn droom. En toen heb ik dus iemand gezocht, gevonden die eigenlijk CEO kon worden. Want die kon het gewoon beter dan ikzelf. Het was niet mijn passie. Mijn passie was echt mooie dingen maken. En hoe is dat goed gegaan? Reageerden jouw mensen goed op het inbrengen van een nieuwe directeur eigenlijk? Ja, we hebben er een jaar over gedaan. Gewoon heel rustig het laten ontstaan en samenwerken. En het was al iemand die ik kende, een klant van mij, waar ik zei, joh, ik wil jou graag als directeur. En gewoon doorgezet. Ja, en het is goed gegaan. Dus dat is de eerste. Overigens zie je dat vaak bij rond de 25 man, dat ondernemer helemaal gek wordt van alle bijtaken die hij krijgt. En hoe is dat gegaan tussen die 25 en die 70? Wat is daar gebeurd? Nou, op een gegeven moment, dus dat groeide door. Stef, onze nieuwe CEO, die deed dat heel goed en ging heel fijn. En op een gegeven moment kom je op zo'n soort T-splitsing, merkte ik dan. Of we gaan voor continuïteit. Dus we gaan projecten aannemen die onderhoudsklussen bijvoorbeeld, die ons veel continuïteit geven. Maar ik wil eigenlijk die andere kant op. En dat samen met het hele team besproken. Jongens, eigenlijk willen we toch dat. En wat is die andere kant? De andere kant is dan wat avontuurlijkere, kleinere projecten. Wat meer innovatief, wat meer risico. Maar wel meer waar de passie van mijn mensen ook naar uitgaat. Waarom werken mensen bij mij? Omdat we dat soort dingen meer doen. Dus toen hebben we met z'n allen eigenlijk besproken, willen we meer die kant op? En eigenlijk zei iedereen, ja, we gaan gewoon die kant op. We nemen dat risico samen. En dan mag gewoon gaan. Ja. En dat is uiteindelijk heeft goed uitgepakt? Ja, dat heeft goed uitgepakt. Ja, eigenlijk merk je dat juist aan die kant veel meer werk zit aan de vernieuwende kant. Gewoon uurtjes programmeren is niet waar het om gaat. Maar echt aan de vernieuwende kant techniek, businessproblemen oplossen, dat is van een ander verhaal. Dus het was eigenlijk ook een sprong in het diepe. Want de ene kant wist je zeker, ik krijg continu omzet, ik groei met de klanten mee. Ja. En het risico wat je hebt genomen heeft zich eigenlijk uitbetaald. Wat is het mooiste project dat je sindsdien hebt gedaan? Poeh, een van de hele mooie vind ik Adidas, waar we een soort geheim project aan het doen zijn met chips in schoenen. Nou, ja. Dit wordt uitgezonden, hè? Dat weet je. Okay. Ja, dat weet ik. Ja. Dus dit is niet geheim. Ja, okay. En we zijn net voor ESA aan de gang. Ja, dat zijn droomklanten voor mij, dat je daarvoor mag werken. Prachtig. Ja. Ja. Hey, en heb je verder nog een groeiambitie? Hoe groot moet het worden? Eigenlijk wil ik niet meer van hetzelfde. Dus ik wil niet per se meer man. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk wel meer impact hebben. Ja. Of meer verschil maken. Dus ik wil eigenlijk meer aan de strategiekant disruptieve projecten met grote bedrijven samen. Dus hoe wij werken op de kleine manier. En dan voor de grote jongens. Ja. Daar zie ik wel een tijdje plezier in. Oké. Okay. En wellicht heb je ook plezier om al jouw kennis en inzichten te delen aan andere ondernemers. Zoals Oscar. Oscar. Brandfighters. Je noemde het net al. Het is een platform waarin je creatieve eigenlijk samenbrengt met opdrachtgevers. Nederland, een klein land vol grote creatieve talenten. Toch is er nog zoveel talent onontdekt. En dat vinden wij zonde. Daarom bieden wij creatieven de kans zich te bewijzen. Op Brandfighters helpen wij het creatief talent van Nederland aan een snelle start van hun carrière en merken aan vernieuwende video's en designs. Hoe? Op ons platform zetten we opdrachten uit van merken. De fighters sturen hun beste video's of designs in en de brands kiezen hun favoriet. Je hebt een heel snel groeiend bedrijf. Je vertel iets over wanneer je bent begonnen en wat er is gebeurd. Ja, ik ben eigenlijk begonnen in mijn studententijd. Einde van mijn studententijd. En toen dacht ik van ja, mijn droom is het gewoon om te ondernemen. Dus waarom zou ik het niet gewoon direct doen? En dat werd dus ook mijn eerste baan.
Op een gegeven moment, ja, ik ben dat samen met een andere jongen, ben ik het gestart. Op een gegeven moment zijn wij uit elkaar gegaan. En sinds die tijd heb ik er echt ook helemaal mijn eigen draai aan kunnen geven. En sindsdien ben je hard gaan groeien. Wat is je omzet ongeveer, mogen we dat weten? Het is tegen een miljoen. Oké, okay. Ja. Nou, dat is heel knap van een studentenbedrijfje naar een miljoen. En wat is hetgene waar je nu tegenaan loopt? Want je hebt op het platform en al groeit gezocht naar een mentor. Je hebt Kars uitgezocht. En waarom heb je hem uitgezocht en wat was jouw onderliggend issue? Ja, omdat Kars is natuurlijk ook heel erg actief op het internetvlak waar wij ook zitten. Dus gewoon online en dan ook met dezelfde soort klanten bezig. En ik vind zelf dat Kars daarin wel echt speelt op Champions League niveau. En ik zit dan misschien wel in een talentenpool. Maar ik sta nog niet tegenover Messi. Nee. Dus en ik denk dat je om daar te komen, heb je gewoon een hele goede coach nodig. Dus Oscar, jij wil naar eredivisie niveau, maar wat is nou precies je probleem? Nou, ik ben ervan overtuigd dat als je op eredivisie niveau wil spelen, dat je dan ook eredivisie niveau spelers nodig hebt. En om die te vinden en daarin heel erg kritisch te zijn, is er ook nog van overtuigen dat ze bij een relatief kleine partij moeten instappen, ja, dat is best wel een uitdaging. Ja, dus het vinden van de mensen. En dat heb je voorgelegd aan Kars. Kars, heb je hem kunnen helpen? Ja, ik hoop het wel. Een stukje in elk geval. Dus ik heb gedeeld hoe wij dat doen en wat voor ons werkt. Vind jij dat trouwens ook? Heeft hij je kunnen helpen? Ja, we hebben 1 sessie nu gehad, maar dat was al best wel game-changing voor ons. Ja. En Kars, wat was jouw boodschap? Wat was jouw les die je hebt meegegeven? Eigenlijk heb ik verteld hoe ik mensen aannem, hoe wij mensen aannemen, hoe dat voor ons gewerkt heeft. Maar ook heel erg jouw persoonlijke rol daarin en hoe je moet durven mensen te sturen en te inspireren en een richting op te duwen. En dat oké is. Dat je hebt daar echt een taak in. En dat is iets wat bij jou persoonlijk zat. En we samen kom je er wel achter van, hé, daar zit ook iets. En daar heb ik een beetje naartoe gestuurd. Ja, want mensen, als ze ergens gaan werken, dan kiezen ze natuurlijk om voor jou te werken. Ja. Dus hoe jij bent en hoe jij ze inspireert is daarmee cruciaal. Ja. Maar kan je dat leren? Kan je leren om te inspireren? Ja, is dat absoluut. Ja? Absoluut. En een heel simpel punt is simpelweg een helder punt aan de horizon neerzetten en dat heel helder communiceren. Jongens, hier wil ik heen, doe je met me mee. En dat is iets wat jij bent gaan doen. En dat, ja, daar zit wel een hele goede kans om ook de goede mensen tot je te krijgen. Heb je al verschil gemerkt door dat toe te passen? Ja, heel erg. En zowel intern als ook extern merk ik dat het heel veel kan doen. Zo'n simpele tip, ja, die kan je, als je die toepast, kan je gewoon direct al merken. Dat maar die tips die staan ook in boekjes en die kun je ook op websites vinden en in filmpjes. Dus wat maakt het dan uit dat Kars dat zegt? Ja, Kars die kan er gewoon persoonlijk wat meer dramatiek in gooien. En dat moet je zelf uit die boekjes halen. Maar het is wel fijn als iemand dat doet en dat ook persoonlijk toespitst op jouw verhaal. Hey Kars, als je nou praat met Oscar, ben je dan meer van het aai over de bol of van een schop onder de kont? Eigenlijk het laatste, absoluut. Ja, maar wat eerst is, ja, wie ben ik nou om iemand te coachen? Maar het is interessant om het verhaal en het probleem aan te horen en dan gewoon te delen wat voor mij oplossingen bleken te zijn. En dat is voldoende. Dus ik moest mezelf ook wel even een drempel over om dat te durven. Gewoon te vertellen alsof ik iets weet. Kars, Oscar, dankjewel dat jullie dit verhaal hebben willen delen. Ik heb het gevoel dat veel ondernemers er iets aan gaan hebben. Wil je zelf ook een mentor? Kijk dan even op de NL Groeit website. Daar staan 100 en meer mentoren die je op heel veel verschillende manieren kunnen helpen.